Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Hunger Games, oftewel Blitz Survivor Games. We gaan vandaag lekker spelen, ik doe lekker taunt, ik doe firework en ik ben helemaal ready voor de game. Hopelijk kunnen wij een win neerzetten. Misschien wel of heel veel kills aan natuurlijk, lekker coins farmen vind ik ook helemaal niet erg. Ik ga in ieder geval lekker mijn best doen. Mensen, bedankt voor alle reacties en likes die jullie hebben achtergelaten op de vorige video. Wil je dan weten of ik op jou heb gereageerd? Check even de vorige video, dan kunnen we daar heel erg snel achter. En als je natuurlijk dan toch bezig bent, hè? Klik nog vast deze video een like aan. Bij voorbaat dank. En dan ga ik lekker mijn best doen om... Oké. Rustig aan. Die kerel krijgt een wapen en hij heeft zoiets van... Ja, rachen! En ik ben zo van... Oké, doe maar even chill. Maar goed, we leven. We hebben een wapen. We hebben schoenen. Dus wat dat betreft gaan we lekker. We hier alweer iemand naar boven rent. Heel welkom. Ik wou hem eigenlijk net gaan mappen. Maar ik dacht van... Nee, dat kan ik eigenlijk beter niet doen. Waar is hij nou? Holy shit. Deze keer voor mij last van lag. Of ik lag, dat kan natuurlijk ook, maar... Goed, in de online wereld zeg je altijd natuurlijk dat de ander lag. Dat is vrij logisch. Oké, dankjewel. Kijk eens aan. Hij heeft mij gewoon even betere gear bezorgd. Het enige wat we nou nog nodig hebben is een stick eigenlijk. En dan zijn we ontiegelijk sterk. Weer een kill, dankjewel. Hoppatee. Man down. Je kan wel denken van, hey, hij helpt je mij met een kill maken, dankjewel. Maar dan ga jij natuurlijk ook down. Hoppakee, de eerste 3 kills zijn alweer binnen. Dat gaat erg lekker. Ik zeg natuurlijk, ik heb ook wel lekkere gear gekregen. Dus wat dat betreft gaan we ook wel lekker natuurlijk. Oh, Duffy. Zit hem bijna down. Oh my god. Kom hier. Hij heeft ook die swiftness, zodat hij een kill net heeft gemaakt. Oh my god, kom hier. Dammit. Ja, hij heeft nu die voorsprong. Ah, you kidding me, Minecraft. Kom op, Minecraft. Give me a boost. Nee, die haal ik niet meer in, joh. Die haal ik niet meer in. Oh, dammit. Damn. Ik weet ook nog steeds dat ik mijn iron ingots heb, mensen. No worries. Ik weet ook dat ik inmiddels een iron helm heb die ik op kan zetten. Maar, ja. Nou ja, laat ik het ook maar gewoon doen ook. Dus ik heb sticks nodig, maar die heb ik nog steeds niet gevonden. Dat is wel even kloten. Zo, uiteindelijk is hij dan toch nog down gegaan. Ik weet niet wat hem opeens bezielde. Dat hij dacht van, weet je wat, ik ga die kist lekker openen. Maar goed, maar mij natuurlijk niet uit. Hier hebben we wel sticks gekregen. En ik weet dat hier dan een crafting table zit. Nee, niet. Aan de andere kant zit een crafting table. Oh, yes. Oké, dan kunnen we tenminste een iron sword maken. Hoppakee, kijk, dat is wel super chill dat we meteen een iron sword hebben. Of nou ja, meteen. Er leven nog 5 mensen, maar hey, we hebben best wel wat kills gemaakt. Dus wat dat betreft is het wel fijn. En er zit iemand onder ons. Dus dat betekent dat we naar de spawn moeten. Wacht eens eventjes. We gaan eerst naar de kerk. We gaan eerst bij de kerk kijken of daar überhaupt iemand is geweest. Dus niet, kunnen we daar nog even 2 kisten looten. Hopelijk vinden we daar nog een bottle of O'Janning. En dan kunnen we die ook gaan gebruiken. Of is er iemand geweest? De deur staat open. Dat betekent dat er wel iemand is geweest. Dammit. Oké, dan hoeven we er ook niet heen. Ja, iemand moet wel hier beneden zitten. Die is ook een kist. Oké, weet je wat is? Kijk, ik wil eigenlijk niet doodvallen. Maar waar zit iemand dan? Hij zit natuurlijk in de grot onder mij. Ja, dat is kloten, want ik wil eigenlijk niet die grot... Oh, wacht, hier zit iemand. Hoppakee, man down, dankjewel. Door hem hebben we een broek gekregen. Super chill, dankjewel. Geef me de broek. Nou, waarom duurt het nou zo lang voordat ik mijn item krijg die ik wil? Oh nee, wacht, deze broek heb ik niet eens nodig. Ik heb natuurlijk al een broek. Nou ja, maakt op zich helemaal niet uit. Ze hebben toch even leuk door de items heen gegaan. Wij rennen ondertussen gewoon door voor een volgende keer. Want we willen natuurlijk nog meer kills. Oh wacht, er zijn nog 30. Oh, you kidding me. Zijn we al zover in de game dat we alweer in de deadmatch gaan? Oh, damn. Nou ja, goed, maakt op zich niet uit. Ik heb natuurlijk wel, wat dat betreft, erg lekkere gear daarvoor. Dus de deadmatch kan ik op zich wel aan. Oh mensen, mocht je af en toe wat gebonk horen als ik praat. Ze zijn bezig hier op het dak om een dakraam... Ja, te vervangen of iets. Dus er kan wat gebonk zijn. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Want als ik nu natuurlijk niet opneem, dan ik weet niet hoe lang ze nog bezig zijn. En ja, ik moet natuurlijk ook gewoon mijn dingen doen. Dus ja. Maar ik denk niet dat jullie het heel hard horen, want ik hoor het zelf amper. Dus ik denk dat het wel meevalt. Maar ik hoor het zo. Ik dacht, weet je, hey, laat ik het gewoon alvast even melden. Dus for sure. Lijkt dat deze 2 aan het teamen zijn ofzo. Codevie. Bam! GG!
Yes, eerste win van vandaag zijn we binnen met 7 kills. Niet verkeerd. Mensen, ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Yo mensen, daar ben ik weer in Torin natuurlijk. Dat hadden jullie al lang herkend volgens mij. Maar goed, ik kies dit keer... Ik wou zeggen de random kit, maar ik durf het niet helemaal aan. Weet je. Ik wil toch liefst veel winst hebben natuurlijk. Ik wil veel coins hebben, dat soort shit. Dus ik neem toch maar even een kit waarvan ik weet dat ik een goede kit krijg. Het is toch een beetje risky om natuurlijk ook die troll kit te nemen. Het is leuk om de troll kit, of nee, de random kit moet ik zeggen. Het is leuk om de random kit te nemen, maar ja, je kan elke kit krijgen. Of nou, elke kit die ik heb gelokt kan ik zeg maar krijgen. En ja, ik heb nog niet echt elke kit geüpgraded dat ik denk van ja, die wil ik hebben. Dus ja, we gaan maar lekker even wat anders doen. Oké. Welke El Shabab kan ik killen? Jij. Nee, jij niet. Oké. Jou, ja. Nee, damn it. Oké, hier zitten twee mensen. Wat denk jij nou joh? Denk jij iemand mag killen en dat ik jou dan niet ga killen ofzo? Hallo meneer? Okay, hier moet ik wel even voor oppassen. Oh wacht, deze keer is het natuurlijk lower. Dat is voor deze natuurlijk, haha. Oh damn it. Ho. Laat ik dit even aantrekken ondertussen. Dat is misschien wel handig dat ik toch even een beetje gear aantrek. Want toch een beetje... What the freak? Wat? Deze keer heeft deze keer net een kill gemaakt dan? Ja, hier. Ah, daarom was hij sneller. Ik denk al zitten kijken van waarom lukt het me niet. Maar daarom dus. Mensen, ik zie jullie zo meteen weer in het nieuwe potje. Kijken of we in Egypte meer geluk hebben dat we hier niet door iemand worden aangevallen met een stone sword. Maar goed, weet je. Kunnen we ook helemaal niks doen. Firework Town and I'm ready for this game. Ook nog even mensen over de Hunger Games week. Wat ik in planning had of gedacht had. Was een idee wat ik had opgegooid. Waarom is trouwens dat? Oh nee, dat klopt wel. Dat was dat wat ik had opgegooid. Er waren heel veel reacties achtergelaten. En ik vind het moeilijk om een keuze daarin te maken. Want ik vind natuurlijk de Hunger Games hartstikke leuk. Jullie vinden het hartstikke leuk om te kijken. Ik wil het niet te overhypen. Noem het allemaal maar op, et cetera, et cetera. Dus ik zelf zat nu te denken. Ja, ik ben iemand die gaat dan gewoon allemaal andere dingen bedenken natuurlijk. Wat nou als ik gewoon... Om 3 uur 's middags gewoon de gewone uploads aanhoud. Dus weet je wel, of een Skywars of een Blocking Dead en een Cops and Crime. En weet ik veel wat allemaal. Shit, zo, het is hier druk. En als ik dan bijvoorbeeld s'avonds, dus om 7 uur, een video online gooi, dus de Hunger Games. Van, nou ja, misschien minimaal een half uur. Weet je, dat het gewoon een lekker lange Hunger Games aflevering is. Waar je gewoon lekker lang naar kan kijken. Dacht ik wel, we moeten hier weg. Oké dan. Weet je wel, iets van een half uur waar je dan gewoon goed naar kan kijken. Met een stuk of 3, 4, 5 potjes. Denk dat ik dan wel een heel eind kom. En dat je dan gewoon dan moet ik natuurlijk de wat grotere maps pakken dan zoals een Mithril, een Cthulhu Island, een Egypt, een Pandora, weet je wel. En dan misschien nog als toetje een map als een Valley of een Cthulhu, of nee niet Cthulhu Island, een Valley of een... Nou ja, weet je, jullie snappen wat ik bedoel. En ik zat mee te denken van misschien is dat ook wel leuk om te doen. Gewoon, gewoon niet extreem gek doen, maar toch gek doen in de zin van elke dag een half uur ongeveer qua van de Hunger Games een week lang. Ik weet natuurlijk niet of me dat gaat lukken, dat is altijd nog maar de vraag. Baas ben dat hier alle deze spullen nog in zitten. Ik weet natuurlijk niet of dat gaat lukken, dat is maar de vraag. Maar of precies om een half uur te doen, of de ene keer al die 20 minuten zijn, weet je wel. Maar even wat langer dan normaal, want normaal doe ik, nou wat is het, 13 minuten voor een Hunger Games video of zo. En ja, jullie willen altijd langer en langer en meer en meer. Dus dat door te denken, weet je, waarom doe ik dat er niet gewoon voor jullie, mijn allerliefste kijkers. Oh, zo lief dat je dat zegt, Guido. Dat weet ik toch, joh, dat weet ik. Oké, we hebben in ieder geval een wapentje. even kijken. Ik hoorde pijlen of zo in de buurt. Ik heb geen flauw idee wat het was, maar... Oké, El Shabab zit hier. Daar zien we een El Shabab. El Shabab! Kom hier, jongen. Geef me een speedbuff. Are you kidding me? Oké, mooi zo. Nu hebben we dus een speedbuff. Nou, hebben we wel een speedbuff eigenlijk? Nee, we hebben niet eens een speedbuff. What the freaking hell. Oh, we hebben ook nog een team hier ook. Oké, dat is 1 down. Dat is 2 down. Oh shit, daar komt de nummer 3 aan. Oh shit. Waarom... Speedbuff werkt niet meer. Wat, waarom... Hoezo krijg ik geen speedbuff? Want kijk, ik... Ik ben nu wel sneller, oké. Ik wil zeggen, hoezo krijg ik geen speedbuff, maar zij allemaal wel. Maar goed, dit keer heb ik wel een speedbuff. Oké, go. Creeper, ontplof. Creeper, doe iets, defend me. Oh my freaking god. Nou, ik begrijp het niet, joh, mensen. Ja, ik hoorde net wel dat hij een potion dronk, maar goed, alsnog, ik begrijp het niet. Oké, die keer is nou wel een stuk bij mij gekomen. Ja, nu moet ik oppassen. Oké, dit gaat kloten worden.
Want ik ben erg low. Ik weet dat, ja, hier gaan we. Ik weet namelijk dat hij ook een pickaxe heeft. Dit is gewoon een verloren zaak, weet je. Ik kan wel, ja, hier ga je al. Ik snap één ding niet, dat ik vandaag gewoon slechte speed krijg na een kill. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Citadel dan maar, kijken of we hier meer geluk hebben. Maar zoals ik in het vorige potje ook al zei, het lijkt net of de speed er zo gebukt is of zo. Ik maakte de eerste keer daarnet maakte ik ook al een kill. Ik krijg gewoon geen speed, dat ik gewoon niet sneller ren. De tweede kill kreeg volgens mij wel speed, maar toen zat ook iemand in mijn nek die me gewoon bij kon houden. Ik snap het niet. Ik snap het niet, Hunger Games. I don't freaking understand it. Understand it. Nou ja, het zal wel, weet je. Het eerste potje hebben we toch een win. Ik hoop dat we dit potje aan de win kunnen halen. Dan hebben we natuurlijk een opening en weer een afsluiting als een win. Maar je weet natuurlijk nooit in de Hunger Games. Wie mag ik killen? Mag ik jou killen? Oké, okay, awesome. Oké, okay, die is down. Loop je mij nou te hitten, joh? El Shabab. Met je penguin skin. Of wat ben je ook maar een panda? Hallo panda boy, mag ik je broek? Ik wil je broek hebben. Hoppatee, dankjewel. Oké, okay, wij gaan door. Zo simpel is het gewoon. Hoppatee. Oké, okay, we hebben hier ook een El Shabab. Vandaag is van iedereen een El Shabab. Mocht je niet weten wat het is, ik heb zelf ook geen flauw idee wat ik de hele tijd zeg, maar het klonk wel leuk op zich. Oh, go Duffy. Hoppatee, man down. Dank u wel voor je gear. Of nee, gear had niet gear, maar goed, weet je, is toch een kill. Ik ga mijn kit krijgen, daarom stond ik al meteen zo ready. We hebben inmiddels 3 kills, dat gaat lekker. Kom op, give me. Oké, okay, hoppatee, hop. Oké, okay, let's go. Ik moet wel bijna een nieuw wapen hebben, zie ik, joh. What the freaking hell, heb ik zoveel gehit? Oh my god. Oké, nou, ik ben natuurlijk wel een beetje laat begonnen met van de spawn weg te rennen. Daarom begrijp ik natuurlijk dat best veel kisten al geloot zullen zijn. Zoals dit soort shit hier. Ja, dus het eten heb ik op zich niet nodig. Is daar nog wel een kistje daarvoor? Maar iemand met een iron leggings. Ik weet het niet 100% zeker. Het kan ook leather zijn, maar dat lijkt me sterk dat we witte leather in de game hebben. Oké, hij is down. Ik weet niet wat voor die had. Hij had niet eens een broek aan. Tuurlijk, dat kan ook. Maar... dat was raar. Ik hoorde dat pittig dichtbij op zich. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Dit zetten we zo neer. Zo. Oké, dan. Goed. Wij zijn ready voor meer kills, denk ik. Wacht even. Ik zet toch... Hey, waar zijn mijn andere bottles? Oké. Nou ja, goed. Wel, ik dacht dat ik 3 bottles had met Swiftness. Maar goed, nou heb ik in één keer nog maar 1. Een soort van Hans Klok in mijn inventory. Die er gewoon 2 wegtovert. Dat zal wel. Hallo, meneer. Hey. Hey! Yep, dat is dom. Die zat uiteindelijk gewoon vast in een hoekje. Wacht, ik heb mijn hond gehit, toch of niet? Ah, dat valt mee. Oké, okay, rennen wij ondertussen lekker door. Die bezen spannen toch weer bij me als ik te ver weg ben. Dat is wel handig natuurlijk aan Minecraft. Dat die bezen gewoon bij je spannen. Dat moet je ook in het echt doen. Gewoon dat je hond gewoon op een knopje kan drukken. Boom, is je hond terug bij je geteleporteerd. Sorry mensen, dat zo'n opmerking moest ik gewoon even maken. Dat er iemand hier naar boven gaat. Ik hoop dat we nog een beetje in kunnen halen. Ik heb natuurlijk mijn Swiftness nog. Shit, sorry, niet op deze manier. Go. Nee! Are you kidding me? Are you freaking... Oh my god, Duffy. Jij bent echt een vuile, domme noob. Oh my god. Oh my god. Hij had er zo door dat ik er was. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft nog een like aan te klikken. Vergeet niet om even op abonneren te klikken. Laat lekker een reactie achter. En heb je nou ideeën misschien nog voor de Hunger Games Week? Of nou ja, dat gaat al bijna beginnen, want we hebben al heel veel abonnees. Laat het dan weten. Maar ik denk gewoon een half uurtje Hunger Games per dag moet voldoende zijn. Ik zeg, later mensen.